8 maanden nadat de raffinaderij onder management van Staatsolie is geplaatst, is gisteren een mijlpaal bereikt met de productie van 1 miljoen barrels, oftewel 159 miljoen liters hoogwaardige diesel en gasoline. Hiermee is bevestigd dat Staatsolie in staat is geweest om de uitdagingen tijdens de opstart van de raffinaderij te overwinnen. Met deze mijlpaal wordt wederom invulling gegeven aan het motto vertrouwen in eigen kunnen. De raffinaderij heeft een verwerkingscapaciteit van 15.000 barrels Saramacca crude per dag en produceert premium diesel, premium gasoline met een laag zwavelgehalte, stookolie, bitumen en zwavelzuur. De introductie van premium diesel en gasoline via GoTo op de retailmarkt was op 13 december 2015 al de kroon op het raffinaderij-uitbreidingsproject. Hiermee heeft Staatsolie haar doel gerealiseerd om de lokale markt te voorzien van brandstoffen en ook bij te dragen aan de besparing van deviezen voor brandstofimporten. Oliemaatschappij GoTo, NV Energiebedrijven Suriname en de visserijsector behoren tot de grote lokale klanten. Diesel en stookolie worden ook geëxporteerd, voornamelijk naar landen in de regio. Aldus meldt Staatsolie NV in een persbericht.